leven zo vrij, het is niet voorbij. Die dan is tof, die wie mijn begint, die bent te klaar. Die binnen mijn werk, dus heb je salon, een witte paard. Het mooiste plaat op ieder. Met mij weer een geld. Dus zonder als net, je nog steeds. Jouw meer in het jouw meer in hand, wij zijn het dus bijna. Je is mijn hart, mijn hart alom, jouw is een feest van mij. Waar hou ik in? Dus het is weer jong op deze dag. Ik zong nou een lied, een lied op uw dwang, ik hoor van mij. Deze begon, zelfs op die jong, door wie is de kist? U weet dus die ding, waar dat ik doe, wie op de kist? Bye again.
is het maalfabriek de toekomst oprichten. Het wie een van de zafelste in ons land en een lange tijd ook nog de liefste zuivelfabriek van Friesland. Op 13 en 14 augustus 1913 wie het feest op het eerst. Men vierde het feest van 100 jaar onafhankelijkheid. En de Wenningbouw Patrimonium waard in die tijd opgericht. De eerste vergadering in 1919 wie aan huis bij het Boegersma Therese Megeerst. De jongerijvereniging kwam voor de eerste keer bijna op Alve Maart 1911. Elke week werden simmers en winters bijeenkomsten houden. 21 december 1922 houdt Oostroeksma ermee op. Maar hij maakt een aardig gedichtje. Nu is gekomen het uur en ik ga uit het bestuur. Ik had lang gewacht en stilgezwegen en eindelijk ontslag gekregen. Het muziekkorps Solidaire Gloria waart in 1924 opgericht. En in 1880, je neemt waarom in de tijd, waart ook het hervormde kerkenbestuur voorstelt om een christelijke school op te richten. Want er wie alleen maar een openbare school in ons dorp. En op 22 februari 1881 gaan er een christelijke school in het kerkenzaagelokaal. Al na een jaar weer het lokaal te Leeds. En er kwam een nijgebouw. Dit gebouw stier werd het nodig bij er is. En toen na 4 jaar waren het in plaats van een hervormde school een gereformeerde school. 20 jaar later waren er op nieuw een hervormde school in het Limmeroppen. En samen bestaan er 2 christelijke scholen in IJsselkoor. En dit bleef bestaan ont en met 1 oktober 1961. Doe binnen de beide scholen de fusie omgegaan. Op 8 maart 1964 waren de nieuwe scholen on het Kuperspaard openen. En dat is nu hier de dag nog zo. De oude scholen waren het dorpshuis De Beier. Je hebt nu wel een inleiding in het dorp. En dat gaat als volgt.
Je krijgt drie keer de vlaggen hoe de bleden hoort. En daarna wordt van je verlangen dat je een bijdrage jouw aan de onderwerpcommissie. Elke vader, zo wist wat je de land hebt. Vangst de hoen, dan wist je altijd een echte hoenderwip. Een man die dus warm kleren wist. Wist de kleer voor? Ja meneer. Yeah.
De mars die het korps nou spelen heeft, heet toepasselijk de Hoenewippersmars. In 1930 nemen Johannes en Katrine Pieper de herbergen oer van Aad Adema. Maar dat wie in het begin geen vetpot. Johannes hier oont de oorlogsjaren ta een soort bijverdiensten. Zoals veekeerman, zelfs op je besten, bus- en taxiondernemer, rietinstructeur en handlanger van zijn vrouw Katrine. Na de oorlog draaide het café volle beter. Er waren allerhande verkepingen, bijeenkomsten en bruloften gehouden. Wat koe het daar gezellig waren ze. Maar de mannen waren neer volgetten en dronken volk, dat waren net al litten. 48 jaar zwaaiden Johannes en Katrine derde scepter. Het gebouw was daar gewoon een bouwval. Maar lokkig waren het dorst wel in een veren en nu is het restaurant met een poerbeste keuken. Restaurant Het Rechthuis. Dit docht het dorp goed. Al missen we docht het gezellige dorpscafé. Tijdens de oorlogsjaren ging de jonge Rijnvereniging gewoon terug met haar bijeenkomsten. Het eerste jaar in de oorlog begon men met het jongen van het Wilhelmus. Maar er kwamen stadig gewoon meer dingen die het net meer mochten. Zoals geen politieke onderwerpen,
en geen vergadering van meer dan 20 mensen. Want dan weer een vergunning voor nodig. Verhalen over vaderlandse geschiedenis waren echt verbeen. En toen, op 24 juli 1942, waren de hele jongerenvereniging verbeen. De boeken waren verdeeld onder de leden en verstappen onder de stoven in kerken. In 1942 moest er een boer opgehangen worden met dat op stier, verboden voor Joden. In oktober 1943 werd een bibelkringen opzet. Hierdoor we ook een soort onderdoekers aan mij, vooral ook in Sebrandehoes. Het was 18 februari 1944, in de Ierenmoorn, waar ik eerst omsingelen door Duitsers en waar er een grote razzia houden. Ook in die tijd minder transporten met vlees vanuit de geest naar hongerig Holland. En er waren prutte illegaal werkdieren, die in alle stilte vanzelfs. De Alversterrentocht kwam 22 januari 1942 voor de laatste keer door Rensselaergeest. En er waren verschillende geestmes en ze brandden hoesters die deze tocht maar ridden hadden. De wind die hellet om, waar is mijn vijand en waar is mijn vreugd? Er ben huis ideaal en bleu. Er ben huis ideaal en bleu. Oorlog maar Duitsland. Wat hebben wij misdien? 100.000 mannen, resten onder een steen. Waar is mijn woman? Waar is jouw zoon? Die strijden nou voor haar heid alleen. Die strijden nou voor haar heid alleen. Een bom op een fabriek, soldaten in de streten en achter de zeediek. Wanneer komt de vrede? Hoe lang houdt dit aan? Wanneer krijgt de mensen haar verstoord? Wanneer krijgen de meesten haar verstoord? Vrijheid in Friesland, maar hoe nog op bevraagd? Vlucht je de nacht, meesten, van vrede en behoud? Waar zal u leven? Waar vinden de deur? Waar strijd maakt het enkel scheer. En oorlog bloot het grote kweer. Waar is mijn vijand? Waar is mijn vreugd? Thank you.
Westen is opgegroeid en dat ons volk slechts één wens heeft. In de komende moeilijke jaren van heropbouw en vernieuwing vaster dan ooit te mogen scharen om zijn vorstin en om haar huis. Uiteraard, haar majesteit, de koningin. Mannen en vrouwen van Nederland, onze taal kent geen woorden voor hetgeen in ons alles hard omgaat in deze uren der bevrijding van geheel Nederland. U is gewoon bevrijd. Ik doe het zuiver naar de Leeuwen. Geen oorlog meer. Is het op het eerst al Savier? Nou, gisteren werd er nog gesloten, dus waren er ook nog Duitsers in het dorp. Je hebt gelijk, Wil. Ik hier als een nog even het dorp in, om te vernemen of er naar Duitsers brengen. Zelfs voorzichtig waren altijd. Hadden we net altijd voorzichtig last, Maaike? Mensen, wat jullie voor ons hebben gedaan, dat is met geen goud te betalen. Hoe kunnen we jullie ooit bedanken? De kinderen hebben het zo goed gehad bij jullie. Het wie is plicht om je met te helpen. En wie wil het er nooit voor betalen? Hebben jullie dat begrepen? Ja, maar. Thank you.
Just stars and stripes in USA we love. Michigan State, we go from east to west. We build our ranch, beef and cattle in Austin. American way, we love the best. From the Rockies to the eastern Big Lake area, there's Whitfield, lumber to be jacked. Oh, how we love the Indian summer Ontario. Oh, Canada, we're coming back. Audio appear from Tlacusa. Take this piece, Lord, in red and blue. Audio appear from Tlacusa. Bring a life that feels alone. Mensen, voor iedereen die een bakje koffie of wat dan ook maar even hebben, dit is een korte pauze en we komen samen verder met de revue en een stukje muziek. Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.
call me the wonder, yeah, the wonder. I go around, 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 around. Well, I roam from town to town. I go to life without a care. And I'm as happy as a clown. I work my true best of iron, but I'm going nowhere. Yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. Never in one place. I roam from town to town, and when I find myself falling for some girl, I hop right into the car of mine and drive it around the world. They call me the wanderer, yeah, the wanderer. I roam around, 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 around. In 1947 kwam er een korfbalvereniging bij de namen naar Libben. En de eerste competitiewedstrijd van voetbalclub VCR wie op 9 september 1964. Het eerste doelpunt wie van Sybren Jilda. De kruidenierswinkel van Kempenaar werd verbouwd naar een cafetaria. En op 8 september 1969 werd cafetaria Horeta openen. De Piep, wie een belangrijke brijver voor de Waard veert. Deze veert skierde in zijn geest in Twardwarpshelpen. Twee orenverbindings binnen de twa heeg houden. Maar in 1970 werd de Piep afbrutsen. En een liedje correctie erop, want Juster vertelde me dat bij Jin zondag dat liep weer in commissie. In zijn brand hoes, op 13 november Jin zondag, waar het langs de Klaarkampsterwaai het Klaarkampmonument onthuld. Dit wordt dien door de heeg en waarde heer Dom Emanuel van Gassel van de Sint Benedictus bij de Achelse Pluis te Markel en Schaft in Noord-Brabant. Terra dim prosium is de Latijnse tekst op de stien. De Nederlandse vertaling daarvan is: ik mogen verteren als ik maar nuttig ben. Ik wil hier even instutsen, mocht ik het vergeten. Er waren een soort meisjes en het Geesten Muziekkorps speelde toepasselijke lieden. Meester HKW Frenkel. U zal ik hier wel bekend. Frenkel dus neemt na 43 jaar afscheid als onderwijzer van de legere scholen op 14 november 1974. En in het jaar 1978 wordt de hervormde kerken in zijn Brande Hoes opknapt. Nou, een pilsje en door Johannes zeg ik hier van wie. Wat zei je toen nog een pilsje? Je haalt er aan je honger.
Katrien, het is toch soms die, dan krijg ik toch altijd een paar meer. Ja, dat is die. Maar daar hoest Johannes niks met niet aan. Ja, Johannes is net aan drinken. Nou, Johannes, daar hoest niks meer, hè? Hartelijk, Katrien. Ik kom even neer. Hallo. Hey, hallo. Hallo! Ik een mooi handeltje voor je! Ja, dat is om. Arnold had een mooi handeltje. En Gimbo kan een geiten dus een keer. Ja, dat is goed, jongen, Hannes. Dat is een goed als naar je koelkast. Nou, hoe lig ik er? Door wij handelen, door wij geen handel. Flip maar dat ding eerst in het budget. Ik had trouwens een kelder, die is de kouder van dit ding. Dat is wel. Ik weet het niet, jong. Ik hoop niet. Leg het maar even neer. Zet er dan weer in, Arnold? Ja. Ik ben niet, hoor. Dat ga ik zelf opzoeken. Ja. Naam aan de Velske. Haastje, boy. Ik ben van mij nog vol bij mij als vrouw, iemand. Oh, als ze vleemt, ben ik in de zonne hemel.
Dat is een kleine bedrijf al, maar ik hak al. Johannes, kom nou eens even naar buiten. Ik ga nog wel hier naar mijn doel. Nou mag het even, ja, jongen. Nou mag het net zo naar je van mijn doel. Ik vond je helemaal goed. Houd je even in. Ben je mooi haren. Kom zitten. Smarige doog ik al niet meer zien, ratopmerkings. Ook wel meer. Al die ratopmerkings dan kwijt. Ik zeg niet zeggen, jongen. Dat komt er eerst aan raar, want het principe is wat ik hier naast de vingers. Dat ik moest dat denk ik misschien wel broeken. Nou, ik zit hier gezeten. Ik jou je 100 keer aangeboden. Yeah.
die hakken net in van die hooi, maar ik krijg weer in die hooi. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, dat is goed. Ja, dat is hem net kast. Dat is hem net kast. Dat is hem net mee. Ja, dat is hem net mee. 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 Februari is 1976 kreeg ik eerst een roemwei aan de noordkant van het dorp. Zodoende waren het rustiger en veiliger in het dorp. Het melkfabriek De Toekomst sluit de dorp op 28 mei 1976. De fabriek zorgde voor sfeer en ijverigers in de geest. Het zal gewoon mensen nog wel bijsteen dat de sneurde jongens in de fabriek werken waard. De mensen die onder het werk binnen, zongen vaak als fabriering op de snijn, geestelijke veskes, soms wel fjouwerstemmig. En dat weer vier in het dorp te jaren. Een beeld uit verfleine dagen. Maar men zei geen takkomst meer in de toekomst. Dat eerst de malken en sies bijkamen, rollen letterlijk de oranjekoeken en bruisgebakjes
We maken een jurk maar van de baan. In 1987. De geest had een dwarfvlag en een dwarfwapen. De fjouwer Torkus, wie ze op de fjouwer status, die had iets in de dwarf stien hebben. Te weten, Joesma-staten, Melkema-staten, IJsinga-staten en Tjaarda-staten. De Gozerveer is naar eer van de kroniekschrijver Worp van Tabor, binnen in de 15e eeuw. Treien van de fjouwer kleuren binnen van het Griekse Nijwapen, dat de geest on 1881 het haardplak van wie. En de klaverblaadjes op het windvaan wiezen op het loon rondom het dorp. In 1988 is na een ingrijpende restauratie van 2 uur de hervormde kerken van de geest in oude ere hersteld. En in 1992 is de hervormde kerken van Sebrande Hoes oenaam tot de stichting Oude Friese Kerkje. In dit kerkje werd ze uit en trof op een snijder midden muziek maken trof een skate mensen. Daar hadden we pruttenbakkers op het eerst hadden balen en koekenwoord bakt. En het was in 1991 dat de laatste bakker van de geest daar echt mee ophouden. In januari 1994 ging de laatste winkel op het eerst dicht. Wel 40 jaar had de familie Huisman de inwoners verzoend met van alles en nog wat. Maar in januari 1994 ging deze laatste winkel op het eerst dicht. Op 15 juni 1996 werd de opening van het dijrecreatieterrein Deeltse Maar. En in 1997 komt er na meer dan 50 jaar een bedenkingsmonument op het eerst. Het is een monument voor de mensen die in de oorlog vallen binnen. Resultaat. Let op! Lol, lekker! Hallo! De vader! Meester van de geest, even geduld!
Ik ben in elk geval blij dat ik naar een bier ga die even is. Ja. Woo!
Ja. Je wil gaan shoppen. Speciaal voor deze evening blijft master, had mevrouw en Jaritsma een speciaal lied schreven. Wat het koor nou ten gehoor brengen zal. Het koor zal het nou ten gehoor brengen. En de titel zal gaan voor uw eeltje maar. Terwijl het koor het nou zong, zullen de meesten van de kreest en zijn branden hoed een speciale donderkwartier tot onder leiding stiert van mevrouw van der Veen. Ik denk waar ik aan deze compositie thank you.
Bij uw bed,
Canada, we're coming back. My dear.
Thank you.